Dames en heren, goedenavond. Voor de sterkste man van de wereld zijn we ditmaal in Hongarije. Hongarije, land van Donau, zigeunermuziek en prachtige stoeterijen met volbloed paarden. Land ook van legendarische sportgrootheden als Puskas, Hidek Kuti, Kocsis als voetballers. En natuurlijk de bokser Laszlo Papp, die bij 3 achtereenvolgende Olympische Spelen goud haalde in het middengewicht. Waar eenmaal de hunnen rondraasden over de uitgestrekte poesta's onder leiding van hun hoofdman Attila, daar strijden 8 man uit 8 verschillende landen om de titel de sterkste man van de wereld. Nou, ik moet u zeggen, ik heb ze aan het werk gezien in de training. Het is meer dan indrukwekkend. Hier zijn ze, de sterkste mannen van de wereld. Je bent sterk als die man erin. Je suis l'homme le plus fort du monde. I am the strongest man who ever lived. I'm the strongest man in Britain. I'm the strongest man in Australia. Ik ben de sterkste. Nou, de een blaakt en bloost nog meer van zelfvertrouwen dan de ander. Een moeilijke keuze. Ze denken het allemaal te kunnen worden, sterkste man van de wereld. Voor de eerste 2 onderdelen zijn we in Boedapest, een stad die zijn naam te danken heeft aan de samensmelting van Boeddha, Obuddha en Pest in 1873. De stad heeft nu ruim 2 miljoen inwoners en wordt vertederend wel eens genoemd koningin van de Donau. Een rivier die over een afstand van 28 kilometer door deze voor velen mooiste stad van Midden-Europa stroomt. We staan hier op de terreinen van het vroegere koninklijke paleis dat nu gebruikt wordt als museum en openbare bibliotheek. Nou, we hopen dat de lezers ongestoord kunnen doorlezen, want wij gaan kijken naar het vatenladen en de deadlift. We beginnen met vatenladen, een procedure waarbij het erop neerkomt in zo kort mogelijke tijd 6 voorwerpen van elk 90 kilogram op een laadbak van een vrachtauto te smijten. De loopafstand bedraagt 10 meter en het gaat daarbij om een zak, een melkbus, een krat, een oliedrum, een mand en een vat. Ab, ik weet dat je er zeer op gebrand bent om dit eerste onderdeel te winnen. Waarom denk jij dat dit geschikt is voor jou? Ik ben een van de lichtste en een van de snelste. En dit is een onderdeel naar mijn hart. Het is, je moet een zware onderdeel, het zijn 90 kilo dingen. Je ziet het wel, het is allemaal verschillend. Dus je hebt een hoop coördinatie nodig. En de zware jongens zullen het echt moeilijk mee hebben. En ik ben veel sneller, dus ik ga dit gewoon winnen. Het zijn 6 verschillende objecten. Laat eens even zien hoe je ze gaat pakken. Nou, ik laat het liever niet zien, ik zal het je vertellen, want die andere jongens kijken natuurlijk ook. Deze zitten gewoon 2 hendels aan, dus dat is simpel. Die ga je achter staan, die til je op en die ren je daarheen. Deze is een beetje anders, dat is een melkbussie, die moet je aan de onderkant zien te pakken. Die zak, dan moet ik nog even kijken of ik hem op mijn rug gooit, op mijn schouders, of dat ik hem gewoon voor me houd. Deze, dat is een heel slap ding, dus die gooi ik waarschijnlijk op de zijkant en die pak ik aan de onderkant vast. Dat is de gladste, nou die moet je gewoon op zien te pakken en lopen en deze ook. En hier kan je haast niet overheen kijken, want het is zo'n groot ding. Maar deze is iets makkelijker als die. Ik denk dat er een hoop die plastic laten vallen, als ze hem het laatste nemen. Die volgorde mag je zelf bepalen, hè? Ja. Je mag ze ook neerleggen hoe je wil, maar je moet er wel tussen kunnen natuurlijk. Dus het is even afwachten wat de jongens doen. Wat is jouw volgorde? Ik begin met, waarschijnlijk met de mand en dan pak ik dat plastic ding. En dan ren ik voor mijn leven. Ab heeft zijn strijdplan klaar, hij is geladen. In de eerste serie de 31-jarige Franse powerlifter Jean-Pierre Brulois, die er in Cascais en Nice ook bij was, en de 44-jarige krachtpatser uit Finland, Ilkka Nummisto. Een man die zijn land vertegenwoordigde bij 4 Olympische Spelen op het onderdeel kanoën. In 1968 werd hij zelfs 5e. Maar nu dus een man van de krachtsport. Nou, en u weet het, u herinnert het zich misschien nog van Nice. IJzersterk en snel. Hier met dat plastic vat, wat zo moeilijk is beet te grijpen. Brulois met het krat. En dan het krat voor Nummisto. Die moeilijke mand, hoe pak je die beet? En dan het melkvat voor Nummisto. Nog maar 1 voorwerp lichter. Puffend, deze 44-jarige man, maar maakt toch een fitte en snelle indruk. Met zijn laatste voorwerp en aangemoedigd door zijn coach, de zak. En daar is hij over de finish. Zijn tijd 1:00:90.
En Jean-Pierre Brulewaard, Frankrijk, hem wacht nog een zwaar klusje. Twee van deze grote dingen. Eerst maar eens die oliedrum geprobeerd. Moeilijk voor die dikke buik uit te krijgen, ik heb het u al gezegd. 50 kilogram toegenomen en daar zet hij hem neer. En dan dit gebaar, ik haak af, ik laat het over aan een ander. En die ander is deze man, u herkent hem. Een legende bij de sterkste mancompetities. Bill Kazmaier uit de Verenigde Staten. Driemaal al werd hij de sterkste man van de wereld. En het was voor het eerst dat hij in Europa mee zou doen om eens en voor altijd af te rekenen met de IJslander Sigmarsson. Zijn tegenstander met groene broek, Laszlo Fekete, een op het laatste moment opgeroepen steenwerper uit Hongarije. De Hongaar is 30 jaar en de Amerikaan 34. En wat is die nog snel, Kazmaier? Kijk u eens, hier met die zak. Maar ook Verketen gaat goed gelijk op met hem. Hier met de oliedrum. Moeilijk te pakken. Maar kijk u eens. Geen problemen voor deze Hongaar. Op het laatste moment opgeroepen, ik heb het u al gezegd. De mand hier voor Kazmaier. En dan wachten hem nog twee voorwerpen. Hier met het krat. En dan moet de melkbus nog komen. En daar pakt hij de tijd op Verketen. Hij is sneller. En die laat de drum vallen. De melkbus op de wagen. Kazmaier is binnen. Tijd van Kazmaier 1:02:53. Langzamer dan Numisto. En Verketen 1:11:58. En dan hier aan de zuurstof. Want zo'n verhuizing in ruim 1 minuut tijd had je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Bovendien is Kazmaier nog een beetje astmatisch. Start. 102. Fuck. Het is duidelijk, hij is verre van tevreden met zijn 1:02:53. En de Hongaar Fekete is gewond uit de strijd gekomen. Ik heb natuurlijk niet moeten met zo'n is niet meer dan. Niet meer dan. Zo'n mooi daar roer. En dan deze man die het onderdeel wil winnen. De 38-jarige powerlifter uit Rotterdam, Ab Wolders. Een man die tweede werd in 1984 in Zweden en derde in 1986 in Nice. Voor hem zijn maar liefst 8 supporters meegekomen om hem aan te moedigen. En dat zullen we weten. En dit is de tegenstander, de 27-jarige Australiër Joe Quigley. Een man die zijn land op de onderdelen kogelstoot en hamerslingeren zou vertegenwoordigen in Seoul. Maar een paar maanden voor de Spelen besloot zich te concentreren op de Highland Games. Het gaat goed met Wolders. De krat. Nog 2 voorwerpen voor hem. Gaat er een beetje moeilijk door de benen. Snelheid natuurlijk wat afgenomen. 5x90 kilogram al. En dan de melkbus. En dit is de tijd. Uitstekend. 55,89. Sneller dan Numisto. Tijd van Quigley 1:20:36. Geen goed, zag het. Ik had misschien iets harder moeten lopen. Ja, als die een keer valt, je hebt gezien, als hij wat loslaat, dan ben je weer 3-4 seconden kwijt. Te schokken en. Ja. Paul Sigmarsson of IJsland en Jamie Reeves of Britain. Thank you, we're ready. Competitors ready. On your march against set. En dan deze gigant, Jon-Paul Sigmarsson uit IJsland. Pas 28 jaar oud, maar hij was al 2 maal sterkste man van de wereld. Zijn tegenstander, de 26-jarige opvolger van Jeff Capes uit Engeland, Jamie Reeves. Een 26-jarige mijnwerker die aan powerliften doet. Dit is hem. Sterk die Sigmarsson, dat weten we, maar ook zeer explosief.
maar ook zijn tegenstander is goed. Nog twee voorwerpen voor Sigmarsson. En Jamie Reeves hier met de mand. De melkbus, en dan moet de krat nog volgen. En hoe verhoudt zich dan zijn tijd tot die van Wolders? Kom, Jamie. Snel, dat merk je. En wat een tijd. 51-81. Absoluut de snelste. Maar ook Jamie Reeves is binnen. Zijn tijd 1:05:92. Usually Walters is the fastest one. Usually Walters beat me. But the time is changing. Well, is it going to be a sort of a competition? Because I think it's the strongest lineup ever. Oh, yes, it is. Kasmaier is angry because I teach him a lesson last year. And he is calling me a paper champion. But I will make him eat his paper now. Duidelijke taal van Sigmarsson. Het vizier is gericht op de gehate Kasmaier, die hier 3 punten verliest op de IJslander. Wolders en Umisto beginnen goed met een tweede en derde plaats. Is Sigmarsson going to be your definite aim here in Budapest? Well, even though he holds the title, I don't really see him as the strongest man in the world. I beat him in Montreal, Canada, the Ladifi Mark 10 last fall. I beat him earlier this summer in the Muscle Power Classic, 2 major competitions. So far, I'm 2-0. But he told me that last year he won 8 out of 10 events. Is that right? He did. I'm really not sure. I didn't pay attention to any of the strongmen. Oh, at the Huntley Castle. Yeah, that was promoted by his agents, promoters. They were his events. It was his field, his judges. And I was 8 weeks coming back to the weight room. I was doing professional wrestling the whole year. So that's right. If you count that event, it's 2-1 right now. And the two that I did were organized, had been running for 5 years. And he didn't beat me. Dat is stoere taal van Kasmaier, ook verbaal blijkbaar een van de beste. En wij gaan deadliften hier met Joe Quigley. We zijn begonnen met 280 kilo en zitten nu al op 420. Het is een soort folkloristische uitgave met een Hongaars wijnvat. En een vervoermiddel wat de laatste tijd toch ook in Hongarije niet meer wordt gebruikt. Hier de Finn, Numisto. In your own time, lift. 420 kilo moet hij omhoog zien te halen, ellebogenversterkers. Maar dan, de krachtexplosie uit de benen en hij redt het. Een rood hoofd, maar 420 kilo voor Numisto. En dan Wolders met 440 kilo, hij gaat de strijd met onder andere de Finn aan. Het zou moeten kunnen, hij is sterk in zijn benen, Ab Wolders. Hij heeft een perfecte prestatie, Wolders 440. En zo gaat het in Finland. Een aanmoedigingsklapje voor Numisto. 460 kilo voor hem. En deze vrouw leeft mee. Zijn vrouw Ritva. En haar gezicht spreekt boekdelen. Het is hem gelukt. Numisto gaat verder. En de man heeft humor. Voor Ab Wolders of Holland. De weight is 460 kilo. En dan 460 kilo voor Ab Wolders. Hij concentreert zich en pept zich op. Mag er de tijd voor nemen? Ab Wolders, nu! Klapje van Channing van der Bos, maar dat mag niet. Kom,
Hij krijgt het niet voor elkaar op Wolders. Hij geeft op. Tegenvallen voor de Nederlander. Ging niet? Nee, precies wat ik verteld had. Als hij echt loskomt van de grond, dan trek je hem wel door. Maar nou, ze hebben hem vastgetimmerd of zo, hè? Dat kan niet anders. Het is zo verschrikkelijk zwaar deze ineens. En dan gaat hij gewoon niet. En nou, dan blijven we steken. Er zijn nog mensen die doorgaan, onder andere deze Siegmarsson, de IJslander met 460 kilo. Met speels gemak lijkt het toch. Ja, vind je zelf ook. John Paul Siegmarsson. Natuurlijk de grootste favoriet met de Amerikaan. En dan deze man Samson uit Australië. Kracht zit in zijn haren, zou je zeggen. 470 kilo voor hem. Joe Quickly. Uiterste poging voor hem, maar het is allemaal toch te zwaar. Quickly geeft op. Dat wordt bij deadliften, dead or alive. De kans voor John Paul Siegmarsson ook op 470 kilo. Hij redt het niet en dat is een verrassing. John Paul Siegmarsson haakt af bij het deadliften. En dat betekent de kans voor deze man, Bill Kesmaier. Eerste onderdeel moest hij toegeven op de IJslander, dus nu komt zijn kans. 480 kilo, dit kent u van het gewicht heffen. En dit hoort er ook bij. Het al eerder een paar keer wereldkampioen, maar wel alleen in Amerika, niet daarbuiten. Oh, wat gemakkelijk. Hij laat zien dat hij de concurrentie aangaat. Kesmaier redt 480 kilo. En dan de Finn weer. Hij gaat hetzelfde proberen. Numisto. Veruit de oudste deelnemer. Opa zelfs al. Maar opa met kracht. Ook 480 kilo voor deze man. De strijd gaat door. Hij heeft er echt plezier in. Prachtige man. En er is nog een concurrent die doorgaat in de wedstrijd. Jamie Reeves, de Brit. Toch een van de onbekendste deelnemers, een nieuwkomer. Maar een flinke jongen. Eet meer dan 4 boterhammen per dag. Wat een gezicht, maar hij redt het wel op karakter. Zo, die staat. En die spreuk hoort erbij. Nobody has taken 490. Do you wish 500? Two guys have already taken it. No. Echte Amerikaanse bluffpoker. Kesmaier laat de 500 lopen, de Finn en de Engelsman niet. En de Finn gaat als eerste. En zijn vrouw leeft weer mee. Numisto redt het niet en ook de Brit Reeves geeft op en dat betekent dat er alle kans is voor Bill Kesmaier. Maar hij moet wel 510 kilo halen. Hij is niet alleen breed, hij loopt ook breed. Bill Kesmaier overtuigd van zijn eigen kwaliteiten. Dit hoort allemaal bij het ritueel. En daar gaat hij. Hij heeft er absoluut zin in. De kans 510 kilo voor Bill Kesmaier. Down.
35 kilos. Yeah, but what for? They're never given us a record, because this is a different implement. They change it every contest. You can't call any record a record? Forget it. I'm not doing it anymore. Wat een mannetjesputter, en wel eerste, de Amerikaan bij dit onderdeel. En deze zin wordt gedeeld tweede samen met Reeves. I am the strongest man that ever lived. I may not be able to run as fast as a world record 440 man with a weight on my back, but I sure am plain and simple strong. U ziet er nog terug, Bill Kesmeyer. Hij staat eerste samen met Jon-Paul Sigmarsson, derde Numisto, Ab Wolders op een gedeelde vierde plaats en de achterhoede is al een beetje gevormd met Fekete en Brulois. Voor de volgende onderdelen zijn we in Tihain, een klein dorpje gelegen op de noordelijke oever van het Balatonmeer, zo'n 130 kilometer buiten Boedapest. Het Balatonmeer is met zijn 77 kilometer lengte en totale oppervlakte van 196 vierkante kilometer het grootste binnenmeer van Midden-Europa. Wordt Boedapest bezocht vanwege de vele fraaie gebouwen en monumenten. Het Balatonmeer is dé vakantiebestemming bij uitstek voor de Hongaren en ook veel buitenlanders. Voor onze sterkste man is er natuurlijk nog geen vakantie, want zij gaan vrachtwagen trekken en boomstammen tillen. We beginnen met de vrachtauto's. Om het voor iedereen gelijk te maken wordt er in twee maalsjes getrokken. En we kijken naar de tweede. En als het applaus weer opklinkt voor Ab Wolders, dan zijn Numisto en Brulois al geweest. Numisto was het snelste met een totaaltijd van 44-64. Tegenstander van Wolders is de Australiër Joe Quigley. Het parcours is 20 meter lang en de vrachtauto weegt 6,5 ton. In de eerste heat scoorde Wolders de vierde tijd en Quigley de zesde. Wat wordt hun totaaltijd? Wolders is snel. Daar gaat hij over de finish. 40-75 is zijn tijd. En daar komt Joe Quigley. En zijn tijd 45-96. Onder in beeld ziet u het. Een goede tijd voor Wolders. En een wat mindere tijd voor Quigley. En dit is geen wedstrijd, maar pech. Ja, deze ging een stuk makkelijker als die andere. En dat bleek ook wel. Alleen starten was even iets moeilijker. Maar ik vind dat na 3/4 seconde op 15, 20 kilo lichaamsgewichtverlies. Ik ben best tevreden zo. Ik weet niet wat voor plaats ik heb. Maar ik denk, 3 of 4 moeten bij elkaar optellen. Voor deze is voor me best wel mee. Waarom was deze sneller dan die andere? Ik weet het niet. Hij gaat gewoon sneller misschien de wielen of de baan iets geven. Maar je ziet het, allemaal in deze baan gaan sneller. Dus het scheelt mij geloof ik ook 2 seconden. De volgende heat begint met een fantastisch incident. Stop. Juist, Sigmarsson is te sterk voor zijn tuigje. En Jimmy Reeves ondergaat het gelaten. Maar dan toch de start voor de IJslander en de Engelsman. In de eerste heat scoorden ze respectievelijk de snelste en tweede snelste tijd. Hier Jimmy Reeves op de voorgrond met die korte pasjes. En Jon-Paul Sigmarsson duidelijk aan de leiding. En hier gaat hij over de finish. Verreweg de snelste tijd. En Reeves scoort de tweede totaaltijd. Tijd voor Jon-Paul Sigmarsson 38-44 en de Engelsman 39-92. How do you feel? Great man, great. Feeling greater with every event. That was an exposure of strength. Yes, it was. What happened the first time? I have a great power. I'm very powerful. Yeah. On your marks and get set! De laatste rit dan tussen Bill Kesmeyer op de achtergrond en Laszlo Fekete, de Hongaar, op de voorgrond. Kesmeyer was in de eerste manche 100ste langzamer dan Wolders, terwijl Fekete nog net iets sneller was dan Brulois. Daar gaat hij al, Kesmeyer. En kijk eens wat een uitlooppoging. En die wordt natuurlijk niet meer ongedaan gemaakt. Een ongelooflijk snelle tijd voor Kes in de tweede manche. Die leidt tot een totaaltijd van 39-32. De tweede tijd tot nu toe. Hier staat hij onder in beeld 39-32 en Fekete 48-08. En terwijl Kesmeyer weer aan de zuurstof gaat, vertel ik u dat Reeves derde werd, Wolders vierde en Numisto vijfde. De stand daarna 3 onderdelen. 1 Sigmarsson met 21 punten. 2 Kesmeyer met 20 punten. 3 gedeeld met 16 punten. Numisto en Reeves. 5 met 15 punten. Ab Wolders. En dan achtereenvolgens Quigley, Brulois en Fekete.
Dit is nog steeds dat wonderschone Balatonmeer, de perfecte omgeving voor een robbertje vechten met een boomstam van maar liefst 100 kilo. Twee mensen zijn er al uit, Quickly en Verketen, en we beginnen daarom bij 120 kilo. En deze Finn Nomisto, hij gaat beginnen. Ja! Het is allemaal ritueel, het hoort erbij. Als het ons zou overkomen, sloegen we onmiddellijk terug. Een onhandig ding, die boomstam. Je moet je handen daar kwijt kunnen aan een dun ijzerstaartje. De Misto rolt hem technisch goed omhoog en dan het uitstoten. Zijn vrouw leeft mee. Het uitstoten moet nog komen. Eerst op zijn hoofd en dan laat hij hem vallen. Hij heeft 90 seconden de tijd, maar hij stopt ermee. De Misto. Wolders had begin na zijn poging van 140 kilo. Aangemoedigd door de vele Nederlanders. Wolders redt het ook niet. Tijd is nog niet om, Ab. Maar mijn been begon een beetje te klappen. En dan haal hij, dan krijg je iets meer push. En nou, en op dat moment klik het door en dan heb ik al gezien om me daar kapot op te persen. Dan is het gewoon over. Dus, had je 10 kilo tegen? Ik had verwacht dat hij zou gaan. En misschien normaal gaat hij ook, maar ik weet niet wat ik heb. Ik ben bloednerveus. En je ziet het ook aan Wolders dat hij inderdaad nerveus is. En dat is deze man niet, Bill Kesmaier. Nu bij 160 kilo en hij begon pas bij 140. Toch de brutaliteit van een ervaren man. 34 jaar. Maar de meeste wedstrijden al achter de rug. 160 kilo voor Bill Kesmaier. Dit gaat makkelijk. Naar de schouders is ook geen probleem, maar dan komt weer het uitstoten. Tot daar en nu. Heel soepel, Kesmaier redt het 160 kilo. Goed lef. Sigmarsson zal dan minstens hetzelfde moeten doen als zijn grootste concurrent Kesmaier. U ziet die stangen. Dat betekent dat je toch weinig grip hebt. Kesmaier in! Je hoort de aanmoedigingen. Kesmaier in! Met andere woorden, denk maar aan Kesmaier, dan gaat het goed. Kesmaier in! Kesmaier in! Yes! Je hebt langere armen dan Kesmaier. En legt hem even terug. 90 seconden de tijd voor een poging. Hij heeft nog tijd voldoende. Dan let hij op de coach, die kijkt mee op de stopwatch hoeveel tijd er nog is. Sigmarsson kan niet opgeven. Zijn rivaal haalde 160 kilo. Oké, half minuut, dan ben je er nog. Pak al, joh, nog half minuut. Atale, wees te behuizen. Kom maar zo. Pak de Kesmaier in. Kesmaier in. Sigmarsson niet. Hij is boos. De Viking is boos en raakt zelfs een klein beetje geblesseerd aan zijn bovenbeen. Kesmaier deelt de eerste klap uit en Jimmy Reeves gaat door. 165 kilo voor de Brit. De stoere mijnwerker krijgt aansluiting bij de top. Op zijn knieën, rollen. En dan omhoog. Het laatste stukje, maar wel belangrijk. En hij redt het. Never, never roept hij. En straks weet u ook waarom. En dan gaan we door met 5 kilo erbij, 170 kilo. En dit is Bill Kesmaier, lijkt wel een grizzlybeer. En zo briest hij ook. Lift.
Je zou er bijna van schrikken. Bill Kesmaier voor 170 kilo. Op de knieën. Ja! Kom op, Bill. Kom op, Bill. You can do it. Ja! Rond op de schouders, nu het uitstoten met die kleine maar oersterke armen. En met macht redt hij het 170 kilo voor Kesmaier. En dan het antwoord van de Brit. Weer 5 kilo meer, 175 kilo. Aangemoedigd alweer door zijn vrouw, doet zelf ook aan powerliften. Dit zou toch iets te veel van het goede voor haar zijn. Nee, hij redt het niet. Ondanks de aanmoedigingen geeft Jamie Reeves op. En dat betekent dat hij tweede wordt en Bill Kesmaier eerste. Maar toch een perfecte prestatie van de Brit. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar die man met het hele grote lichaam is mijnwerker van beroep. Je zou eerder denken aan een uitsmijter, maar hij is echt mijnwerker. Dat lijkt toch eigenlijk wel een gevaarlijk beroep, Jamie Reeves. Just before I left here, a friend who I worked with was killed in the mines. It is only this high. You have to crawl for 200 meters, half a mile underground and then 2 miles out. There's no air to breathe, and with big, I need a lot of air and food. It's a very hard job to do. Very manual lifting things. We have no cranes underground or lifting facilities, so everything is manual. It's hard work. I'm told that the fact you are being a strong man is meant to work yourself out of the coal mine, is it right? It would be nice. That is, on the lift, Haltir Narsen, the Icelander, says if you lift the big log, you will never have to work again in a coal mine. So he says, when you lift it, you shout, never, never, never again. So when I looked at it, I found Haltir and shouted, never again. But I'll probably go back there in 2 weeks now. En dan de stand na 4 onderdelen. 1 de Amerikaan Bill Kesmaier, 2 de Viking Sigmar Zon en 3 de mijnwerker Reeves. Ab Wolders heeft 19 punten en is 4e en 8e de Hongaar. Het enige onderdeel dat in de avond wordt afgewerkt, kennen we in veel varianten. Het begon met een accu in de Verenigde Staten. Daarna volgde er bijvoorbeeld een champagnehouder in Nice, een klok in Cascais, een anker in Marken en een houten paard in Mura in Zweden. En het was daar dat Ab Wolders het voorwerp het langste met gestrekte armen voor zich uit kon houden. Hier in Tihain is de uitdaging een salamihouder. Duidelijk dus een knipoog naar het organiserende land Hongarije. Get ready. Lift into position. Straighten arms. Go! Het gewicht van de salamihouder bedraagt 25 kilogram. En als we naar Bill Kesmaier gaan kijken, zijn Nomisto, Quickly, Verketen en Brulewaal aan de beurt geweest. Nomisto hield het langst vol. Hij kwam tot ruim 39 seconden, terwijl de arme Brulewaal zijn armpjes maar 15 seconden gestrekt kon houden. En Kesmaier krijgt daar ook moeite mee. Straighten your arm. Hij wordt gewaarschuwd door scheidsrechter David Webster. Die vindt dat Kesmaier goochelt. Hij houdt zijn armen niet gestrekt. En dan dit, na 42 en 72 honderdste seconde. Het is duidelijk, het is oorlog tussen Kesmaier en Webster. Kesmaier beroept zich op het feit dat hij zijn armen niet gestrekt kan houden. Hij zegt dat de dokter geconstateerd heeft dat zijn armen krom zijn. En dat kunnen we zien. You got the warning and I said stop for the second warning. Next competitor. Medical officer. I understand. I can't bend that. Can't straighten it. So what are you doing, David? Hoe krijgen we die vrede weer hersteld?
Want Kersmeyer weet maar al te goed dat Sigmarsson met dit onderdeel ook goed uit de voeten kan. En zijn voorsprong in het algemeen klassement op de IJslander bedraagt maar 1 punt. De strijd tussen de giganten is in een explosief stadium beland. Hun beider aanwezigheid werkt als een rode lap op een stier. Want als Sigmarsson het moeilijk krijgt, roept zijn helper in het IJslands toe aan Kersmeyer te denken. U hoort het weer. Kersmeyerin. Tijd 45-90. Ruim 3 seconden meer dan Kersmeyer. Het heeft gewerkt. I'm now. Ja, hij is nou Jamie Reeves, de 26-jarige Engelsman die om zich uit de troosteloze en kansloze kolenmijnen te werken aan de krachtsport is begonnen. Een man met een paar indrukwekkende bovenarmen. Dat moet worden gezegd. Halti is de helper van Sigmarsson en hij moet steeds bevestigen dat Jamie de sterkste armen heeft. Daarmee pept hij zich op. Has the strongest shoulders, Halti? It's you! En wat een tijd. 57-92. Verreweg de beste. Maar liefst 12 seconden langer dan Sigmarsson. Alle reden om Halti te bedanken. En dan is dit aanmoedigingsapplaus voor Ab Wolders. Die als enige nog mag proberen de tijd van Reeves te verbeteren. En Wolders ligt dit werk wel. Hij won het onderdeel in het Zweedse Mura op precies dezelfde manier. Dat wil zeggen, met gestrekte armen naar voren. Rotterdamse humor. Het is maar salami, met andere woorden, het is niet zwaar. Is dat goed? Is dat zuiver? Vijf! Ik voor het is easy voor jou. 40-93, de tweede tijd na Reeves. Zijn fans vinden het best zo. Het wordt Appie Oranje. Na 5 onderdelen delen Kersmeyer en Sigmarsson nu de eerste plaats. Het enige dus waar ze broederlijk in zijn. Reeves is nog maar 2 punten van de leiders verwijderd. En Wolders houdt met 26 punten nog leuk aansluiting met de top. We ontsnappen even aan het geweld van de sterke mannen en trekken ons terug op het platteland. In deze omgeving kreeg het gedicht van de Hongaarse schrijver Janos Arani gestalte. Dat gaat over Toldi, een man die met name in de 15e eeuw zeer tot de verbeelding sprak van het nationalistisch getinte Hongaarse volk. Toldi was het jongste lid van een groot gezin en hij wilde graag soldaat worden. Maar omdat er ontzettend veel werk was op de boerderij, ging die wens niet in vervulling. Voor zijn broer daarentegen wel. Toldi was sterk en krachtig. En vaak demonstreerde hij die kracht aan de soldaten die met zijn broer op weekendverlof mee naar de boerderij waren gekomen. Hij pakte dan een groot houten blok in zijn rechterhand en hij hield dat lang boven zijn hoofd. Een normaal mens kreeg het blok zelfs met 2 handen niet omhoog. Tijdens een familiefeestje werd hij door zijn broer een beetje gezakt.
Toldi werd zo boos dat hij een molensteen pakte en hem wegwierp. Ongelukkigerwijs werd een van de feestvieren die hierbij dodelijk getroffen. Door verdriet overmand ontvluchtte Toldi zijn boze familie en de ordebewakers van het dorp. Aangekomen in Buda vernam hij dat de koning een man zocht die het op kon nemen tegen een gespierde Tsjech die door zijn soldaten nauwelijks aan banden was te leggen. Toldi ging naar het paleis waar hij zich meldde voor een tweegevecht. Wat eerder nooit iemand was gelukt, lukte Toldi wel. Hij versloeg de Tsjech. De koning was zo blij dat hij Toldi zijn vroegere drift bij vergaf, zodat hij met opgeheven hoofd terug kon naar zijn eigen dorp. Het ding rechtop zetten, touw over je nek, want je hebt geen harnas nou. Touw over je nek, goed vastzetten en dan maar hopen dat je aan het einde komt. En zo hard mogelijk. Pak ik een t-shirt voor me. Hier een t-shirt onder? Nee, ik denk dat ik mijn jasje aantrek, want het snijdt als een gek. Ja. Ja, aan de andere kant, als je een jasje aan hebt. Ja, je gaat kapot, maar je gaat toch kapot. Ja, waarom krijg je toch nog? Anders pak ik dat dunne t-shirt. Nee, ik doe mijn jasje aan. Oké. Okay. Kijk eens of je het geld nodig hebt. Nee, weg dat ding. Een supergeconcentreerde Ab Wolders voor onderdeel 6, de zakkenrace. Maar het is heel wat anders dan zaklopen. Eerst met 100 kilo heen en dan maar liefst met 200 kilo terug. Links de Finn Nomisto tegen Ab Wolders. Allebei hebben ze dat jasje aangetrokken. En Nomisto ligt voor. En dit gaat natuurlijk snel, maar dit is veel problematischer. 200 kilo. En kijkt u naar de verschillende technieken. Wolders die slingert de touw een paar keer om zijn nek heen en dan om de bovenkant van de zak. En dan kijken hoe je terugkomt. Hoe minder weerstand je hebt, hoe beter. Dus hoe hoger je de zak van de grond kunt tillen, des te sneller het gaat. Dat is makkelijk praten, 200 kilo. Wolders rechts, Nomisto haalt in aan de linkerkant. En Wolders gaat onderuit. Het duurt lang voordat hij overeind komt, Nomisto gaat er voorbij. Hij ligt voor. Wolders dan met een inhaalrace en weer gaat hij onderuit. Hij heeft toch te veel krachten verspeeld in het begin van de wedstrijd. De Vin zit er ook een beetje doorheen. En Wolders kijkt naar de eindstreep. Het is 100 meter. Als je dit niet haalt, dan telt natuurlijk de afstand die je afgelegd hebt. En voor de derde keer gaat Wolders onderuit en zijn voet ligt onder de zak. En hij komt niet meer overeind. En de Vin wint met 93 meter en 67 centimeter. Wolders 85 meter, 72 centimeter en hij krijgt zuurstof. Een tegenvaller voor Ab Wolders. Hij moet de Vin voorlaten. Maar misschien de anderen moeten nog. Oké. Kom mijn poot onder dat ding niet vandaan krijgen. Verschrikkelijk. Dit is een very tough event, as you can see. Het is just like racing to hell and back. Ready to burn. Give it all I've got. En dit is natuurlijk het duel, maar ook Reeves speelt nog een rol en hij eindigde tussen Nomisto en Ab Wolders in. En kijk eens wat een sportiviteit. Sigmar Zon, u ziet het nog, die bandage eigenlijk om zijn linker bovenbeen, maar hij heeft er verder weinig last van. Amerikaan rechts, de IJslander links en het kan wel eens belangrijk zijn in het totale klassement. Allebei snel en allebei sterk. Kleine voorsprong voor de Amerikaan, maar het eerste deel is niet belangrijk. Die terugrit is veel belangrijker. En kijkt u naar het verschil. Alle tijd neemt Sigmar Zon om het touw precies zo te krijgen als hij wil. En Kersmaier is al lang al weg en dat is toch een behoorlijk verschil. Sigmar Zon heeft te veel tijd genomen en Kersmaier is voor het gezicht al bijna halverwege. En dan... Hij lacht werkelijk de IJslander uit. Wat een brutaliteit en daar valt hij ook nog. Wil Kersmaier. Hoogmoed komt ten val, zeg maar wel eens. En daar voor de tweede keer. En Sigmar Zon loopt in. Links Sigmar Zon en rechts nog steeds in de problemen, Kersmaier. Hij lachte toch een beetje te snel. Maar ook Sigmar Zon is niet helemaal fit meer. En dan Kersmaier. Hij is de eerste man die de 100 meter binnen de tijd aflegt. En Sigmar Zon... 95 meter en 44 centimeter. Hij is tweede. En hij was duidelijk de eerste op dit onderdeel. Your experience, Jean-Paul? Great experience. I've done it a few times, you know. This is not the end of the war.
just lost one battle now. But there is more to come. En de spanning is werkelijk te snijden. 1 Bill Kesmaier, 1 punt. Achter hem de veldmaarschalk Sigmarsson met 40 punten. En Reeves staat 4 punten achter op een derde plaats. De rest doet eigenlijk niet meer mee. Wolder staat vierde. Het onderdeel waar we nu naar gaan kijken, het werpen van een gewicht van 25 kilogram over een touw, of het laatste onderdeel zal dus de beslissing brengen. Misschien brengt het water van het Balaton meer een beetje verkoeling als Sigmarsson zich prepareert voor een tweede worp over een hoogte van 4,60 meter, zijn Noumisto, Quickly, Brulois en Verketen al uit de strijd. Fly, baby, fly! John Paul, 4,60 meter voor de IJslander. Merkt u op dat Sigmarsson met zijn linkerarm werpt. En dat terwijl hij doorgaans rechts is. Mis. Maar hij krijgt nog een derde kans. Bill Kesmaier dan, met zijn tweede worp over 4,60 meter. Zijn worp over 4,30 meter was weliswaar goed, maar ook niet overtuigend. In your own time, throw. Mis. En met een beetje pech had hij de 25 kilo zelfs op zijn hoofd gekregen. En dat is zwaarder dan boter. Ook Kesmaier krijgt nog een derde kans. Een beetje grond, een beetje aarde dan voor Sigmarsson, opdat het gewicht niet uit zijn handen glipt. Hij was dat speciaal gaan halen. In your own time, throw. En weer dat Kesmaier in. Denk aan Kesmaier in het IJslands. En dan goed. Verse aarde gaf hem de kracht. Kesmaier met zijn laatste beurt voor 4,60 meter. Terwijl Sigmarsson tevreden toekijkt. Hij heeft het geklaard. 4,60 meter. In your own time. Throw. Damn it, dat zegt genoeg. Kesmaier is uit de race en realiseert zich wat dat kan betekenen. Sigmarsson is in ieder geval zeer tevreden. The bar will be raised to 4.75 meters. Bill, what happened? I don't know, that's 15 feet. I've been over 17 feet 3 or 4 times this year. I guess the water's a little kind of takes off your equilibrium. It's real hard to decide just where you are. But that's it. Game over. The game is over, denkt Kesmaier. De drie overgeblevenen, Sigmarsson, Wolders en Reeves, maken zich op voor 4,90 meter. Ook Ab Wolders dus. Hij had moeite met 4,60 meter, maar ging wel gemakkelijk over 4,75 meter. Het wordt zijn tweede poging voor 4,90 meter. En ook Wolders werpt links. En ook hier de aanmoedigingen voor hem. Good throw. Toch goed. Het leek optisch bedrog. Dan de vrouw van Reeves. En dat betekent dat Jamie ook gaat werpen over 4,90 meter. Tot nu toe was er geen tweede worp nodig voor hem. En ook nu niet. Good throw. Sigmarsson, dan weer met zijn tweede poging voor 4,90 meter. Zijn voorbereiding wordt nu een heel ceremonieel. We call for John Paul Sigmarsson. Second attempt with 4.90. En een schopje toe van Halti. In your own time, throw. Must get it.
champion? Who is the champion? Hij niet, in ieder geval. Tenminste, zo lijkt het. Laatste poging dan voor Abwolders op 5,5 meter. 5. Hij is verder dan hij zelf had begroot. In your own time, throw. No throw. Maar nu is het over. Minimaal in ieder geval een derde plaats. Niet slecht. Sigmarsson dan voor 5,5 meter. 5. De IJslander weet dat hij op dit onderdeel de kloof met Kessmeyer definitief kan vergroten. Sigmarssons concentratie wordt steeds luidruchtiger. En daar wil doe ik nou! If I can't do it, I am the world's greatest chicken feeder. I told you so! I told you! That's a special end joke. En hoe gemakkelijk dat ging. Het moet Reeves ontzag inboezemen. Ook hij staat voor 5,5 meter. 5. Het wordt zijn laatste poging. De twee voorgaande waren mis. In your own time, throw! Nee dus. After a good performance, you are always shouting and yelling. Some people like it, some people don't. Why do you do it? Because I'm happy and I have so much energy left. I have to get rid of it. Nou, Sigmarsson heeft weer geweldig huishouden bij dit onderdeel. Via zijn eerste plaats vergroot hij het gat met Kessmeyer tot 4 punten. En Reeves staat nog maar 1 punt verwijderd van de Amerikaan. Het laatste onderdeel is een vast nummer bij de Highland Games, de zogenaamde Manhood Stones. Op het platteland van Schotland treffen we veel oude boerderijen en woningen met pilaren daarvoor en zo'n ronde bal daarbovenop. Wel, de traditie vertelt dat wanneer de zoon des huizes in staat was die bal op de pilaar te leggen, hij had afgerekend met zijn jeugd, met andere woorden, hij was man geworden. Vandaar de Manhood Stones. Nou, hier in Tihain zijn er maar liefst 5 van die grote kogels. En dit zijn de gewichten. 95 kilo is de lichtste, dan 110, 120, 130 en de allergrootste kogel is 140 kilo. De vaten zijn 1 meter en 15 centimeter hoog. En dit is Jamie Reeves. Je ziet ook dat de afstanden verschillen. De eerste kogel ligt 5 meter van het vat af en dan wordt het alsmaar minder tot 1 meter. Eén ligt er al op en dit is de tweede. Reeves kan de derde plaats bijna niet meer ontlopen. Een uitstekende prestatie voor een debutant. 120 kilo en daar gaat hij. Nu nog 130 en 140 kilo. Tempo speelt ook een rol, want als je gelijk eindigt, dan kijkt men naar de tijd. De mijnwerker knokt. Hij weet het belang van deze prestaties. Hij wil uit die mijnen weg. Dat is de vierde, 130 kilo, nog 1 steen te gaan. Jamie Reeves, voor eens en altijd op weg naar de top van de krachtsport. Aangemoedigd door Sigmarsson zelf. De IJslander leeft mee met deze man. Jamie Reeves, de laatste bal. Sigmarsson mag niet te dichtbij komen, hij mag niet helpen. Lukt het er nog, lukt het er niet? 140 kilo te gaan. Nee, die laatste laat hij zitten, maar toch een perfecte prestatie. Sigmarsson zegt, ga nog even terug, maar dat doet hij niet. Die laatste laat hij echt zitten. Hij wordt derde in het klassement. En dan de andere, Brulois de Fransman. Zelf veel zwaarder geworden, maar niet veel sterker. Hij kwam bij dit laatste onderdeel ook maar tot 1 steen. Hij viel tegen. En dan de Hongaar, die een thuiswedstrijd speelde en moest invallen, verkeerde de debutant. Nog een beetje gebrek aan ervaring, te licht voor het werk.
zal de komende jaren toch wat zwaarder moeten worden, meer spierkracht. Hij kwam wel tot 3 stenen bij dit onderdeel. Verkeerde de Hongaar. En dan de man van Down Under, Quickly, de Australiër. Hij bleek geen echte Samson nog te zijn. 4 stenen bij de Stones of Strength en misschien komt hij in de toekomst nog sterker terug. En dan Ab Wolders. Hij voldeed aan de verwachtingen. Een keurige 4e plaats in het sterkste veld dat er ooit was. 4 stenen ook bij het laatste onderdeel en die 5e wilde niet lukken. Geen 140 kilo voor Ab Wolders. En dan Nomisto, de grootvader onder de grote mannen. Oudste deelnemer, maar wel 4 stenen in een snelle tijd van 33 seconden en 1200ste. 1 jaar geleden lukte het hem wel, die laatste steen van 140 kilo. Deze keer niet. Nomisto, hij wordt 5e. De Fin blijkt nog steeds niet aan kracht ingeboet te hebben. En dan natuurlijk het laatste duel. Kesmaier, hij heeft toch een hele kleine kans om de eerste plaats te halen. Zal in ieder geval moeten zorgen dat hij de 5 stenen achter elkaar op de vaten legt. Het begin mag geen probleem zijn. 95 kilo, Kesmaier. In een behoorlijk tempo, die ligt erop. En dan 4 meter te overbruggen met een bal van 110 kilo. Ook die ligt erop. Een getekende Kesmaier, dat is duidelijk te zien. De dagen zijn zwaar geweest. 120 kilo. Ligt er ook op. Als hij minimaal 4 stenen haalt, heeft hij een 2e plaats binnen. Kesmaier, hij had willen laten zien dat hij ook buiten Amerika de beste kon zijn. Het grote duel met Sigmar Zon. 4e steen, 130 kilo. De tijd is niet meer zo belangrijk. Ook de 4e ligt erop en dan de 5e, 140 kilo. Nog niemand gelukt deze keer. Hij vraagt naar de tijd. Dat is toch minder belangrijk. Als die 5 erop liggen, dan moet Sigmar Zon nog presteren. Kesmaier verzamelt zijn laatste krachten. Een perfecte wedstrijd wil hij eindigen met 5 ballen, 140 kilo. Bill Kesmaier, 34 jaar, de knokker uit Amerika. 1 meter te gaan. Maar dan, armen eronder, nog 30 centimeter, 10-5, hij ligt erop. 5 kogels voor Bill Kesmaier in 2 minuten en 1/18 van een seconde. Wat een prestatie zeg, en dan moet Sigmar Zon ook. En hij begint in een veel hoger tempo dan bijvoorbeeld Kesmaier. En die bal mag eruit stuiten, dat is geen probleem als hij er maar in geweest is. Dat is 1 en dit is 2. We gaan naar de kogel van 120 kilo. 120 kilo. Het lijkt wel alsof het een pingpongbal is. En wat een tempo houdt hij erin. En dan gaat hij op weg naar 130 kilo. Ook geen problemen dan die laatste. 140 kilo. Jon Paul. En dat is ook duidelijk. Dat is de verliezer. En een showgevoel van de IJslander. Helemaal geen probleem. Hier is de Viking. Hij is de Viking. Jon Paul Sigmar Zon. De sterkste van de hele wereld. 56 punten had hij, 5 punten meer dan Bill Kesmaier. Reeves is 3e, Ab Wolders 4e, Nomisto 5e en de rest deed eigenlijk niet mee. De stand is bekend, winnaar Jon Paul Sigmar Zon.